Universiteit van Nederland. Het is herfst en de hele natuur gaat er weer anders uitzien. Hier in deze video leg ik 5 dingen uit die je moet weten over vallende blaadjes en hoe die levens kunnen redden. Waarom verkleuren blaadjes in de herfst? Nou, net als al het leven op aarde bestaan blaadjes uit cellen. Dit zijn losse bouwstenen die samen een blad vormen. Zo'n cel bestaat uit heel veel verschillende onderdelen. Onder meer uit bladgroenkorrels. En dit zijn eigenlijk de zonnepanelen van een plant. Ze vangen het zonlicht op en zetten dit vervolgens om in energie. Maar die bladgroenkorrels, die gaan niet heel lang mee. Dus daarom worden ze in de zomer continu aangevuld. Maar in de herfst gaat de plant zich voorbereiden op zijn winterslaap. Dan gaat hij energie besparen en alle voedingsstoffen die hij heeft bewaren. Versleten bladgroenkorrels, die worden dan ook niet meer aangevuld. En je ziet eigenlijk al wat er gebeurt. Hoe minder groen in de blaadjes, hoe meer de gele kleur te zien is. En die zat dus eigenlijk altijd al in het blaadje. Blaadjes worden dus niet geel. Dat waren ze altijd al. Alleen nu krijg je dat pas te zien. Waarom vallen blaadjes van de bomen? Dat heeft 3 redenen. Ten eerste is het om uitdroging te voorkomen. In elk blad van een boom of een plant zitten heel veel buisjes. Net zoals wij bijvoorbeeld aders hebben. Planten gebruiken ze voor transport van water en voedingsstoffen. Voor een boom is het van levensbelang dat die buisjes voor de winter worden afgesloten. Want als het vriest, kunnen de wortels geen water meer opzuigen. Terwijl in de bladeren het water nog steeds blijft verdampen. De bomen zouden dan sterven van de dorst. De tweede reden, de cellen waaruit zo'n blad is opgebouwd, moeten steeds vernieuwd worden. Maar in de winter moet een boom heel zuinig zijn op zijn energie. Want er is minder zon, minder water en minder voedingsstoffen. Dus als je dan ook nog al die bladeren moet onderhouden, dan zou die letterlijk verhongeren. En de laatste reden is dat we in het najaar vaker te maken hebben met extreem weer. Een heftige najaarstorm kan een boom die veel wind vangt serieus beschadigen. Net als dat je bij een zeilboot de zeilen neerhaalt als het stormt, zorgt een boom ervoor dat hij minder wind vangt door zijn blaadjes te laten vallen. En waarom moet je die gevallen blaadjes niet opruimen? Want misschien zie jij die blaadjes wel als afval en wil je ze zo snel mogelijk weg hebben. Maar voor het leven op en in de bodem zijn ze echt onmisbaar. Bijvoorbeeld slakken en wormen eten dan die blaadjes op. Maar bijvoorbeeld ook bacteriën. Die kan je dan weer niet zien, maar die zijn er wel. En je hebt ook schimmels. En die zie je wel, dat zijn witte vlekken. Ze zetten de blaadjes om in voedingsstoffen waar de bomen straks in de lente weer van profiteren. Ze maken bijvoorbeeld kalium, magnesium, stikstof en fosfor. Dus als je de gevallen blaadjes weghaalt, dan kunnen de dieren, de schimmels en de bacteriën geen voedingsstoffen meer produceren. En komen de bomen en de andere planten in het voorjaar echt in de problemen. Dus zeg dat maar eens tegen je buurman als hij weer de bladblazer aanzet. Wat hebben vallende blaadjes met medicijnen te maken? Kijk, dieren en andere organismen in en op de grond zijn heel erg blij met vallende herfstblaadjes. En eigenlijk willen ze al dat eten voor zichzelf houden. Vooral de bacteriën en de schimmels zijn continu met elkaar in gevecht. Eigenlijk willen ze zoveel mogelijk eten voor zichzelf houden. Beide teams zetten hun wapens in. Bacteriën proberen schimmels te doden door een stofje los te laten. Maar de schimmels, die hebben een verdediging op orde. Zij kunnen ook bepaalde stofjes aanmaken waar de bacteriën weer niet tegen kunnen. En dit zijn antibiotica. Zo'n 100 jaar geleden ontdekten wetenschappers dat we die kunnen gebruiken als medicijn. Zij gingen schimmels gecontroleerd kweken in een laboratorium. En uiteindelijk kwam dan dit goedje, penicilline. Misschien wel het beroemdste medicijn ooit. Het heeft zonder twijfel miljoenen mensenlevens gered. Hoe helpen vallende blaadjes de geneeskunde vooruit? Antibiotica zoals penicilline heeft miljoenen levens gered. Maar we hebben wel een probleem. Bacteriën kunnen zich steeds beter verdedigen tegen antibiotica. Kijk, de meeste antibiotica zijn eigenlijk messentrekkers. Als ze een bacterie tegenkomen, dan maken ze een gat in de celwand van die bacterie. Die kan daar niet tegen. Maar die bacteriën, die ontwikkelen op hun beurt ook weer verdedigingsmechanismen tegen deze antibiotica. Het is een wedstrijd die maar door blijft gaan. Wetenschappers over de hele wereld zijn daarom steeds op zoek naar nieuwe varianten van antibiotica, die wel weer sterker zijn dan bacteriën.
En ondanks dat we weten dat antibiotica werkt, hebben we nog heel veel vragen over hoe dat nou precies zo is. Kijk, deze penicillineschimmel komt heel veel voor in de natuur, tussen alle gevallen blaadjes. Blijkbaar doet die dus heel goed tegen bacteriën. Daarom willen wij wetenschappers die schimmels en bacteriën zo goed mogelijk leren kennen. En bestuderen wij hoe zo'n penicilline precies de bacterie aanvalt. Daarom moeten we ervoor zorgen dat zulke schimmels alle ruimte krijgen in de natuur. Zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en wij ze kunnen blijven bestuderen. Zodat we steeds weer betere antibiotica kunnen ontwikkelen. De gevallen herfstblaadjes zijn dus voor ons letterlijk van levensbelang. Hey, wij zijn de Universiteit van Nederland. Dit is serious business. En de video die je net zag, die is van ons super fijn. Wil je nog meer topwetenschappers in het echt zien? Ja. We komen naar meer dan 20 theaters in het hele land. Ook bij jou in de buurt. Wat kunnen we eraan doen? Tickets zijn te vinden op universiteitvannederland.nl/theater. De mensen deden er alles aan om zo'n kaartje te bemachtigen. Tot dan. Gezellig. De verkiezingen komen eraan. Er zijn allerlei factoren die jouw stem kunnen beïnvloeden. Maar wist je dat je ervaringen op het werk ook invloed hebben op jouw stemgedrag? Ik ben Agnes, arbeidssocioloog. En in de volgende video vertel ik je hier meer over.